Er heerst nog grote onwetendheid over het erfrecht in al haar vormen. Het is zaak dat burgers weten hoe het erfrecht in elkaar zit en op basis daarvan stappen kunnen ondernemen. Dit was de kern bij de lancering van het boek De wettelijke verdeling van nalatenschap in Suriname 1869 tot en met 2022 vanmorgen in het Adekus Bibliotheek. Het drukwerk is een productie van professor Dr. Monique Feira en bedoeld als grondslag voor verder juridische evenals aanverwante onderzoekingen in Suriname. De vertaalslag die in dit boek plaatsvindt, moet elke burger in staat stellen om dieper te duiken in het erfrecht van Suriname. Hierdoor zijn er handvaten voor het berekenen van het aandeel van iedere gerechtigde. En ja, mijn collega Janana Sie zei, notarissen kunnen het, advocaten, studenten, maar ook de gedreven hobbyist. Want ik weet dat er hobbyisten stamboomonderzoekers zijn die bezig zijn met hun stamboom, die misschien in hun familie een boedel hebben en die willen uitrekenen wat hun aandeel is. En als je geconcentreerd gaat zitten werken en heel nauwkeurig bent, moet je eruit komen. Door de maatschappelijke factoren die aangehaald zijn, kan het zijn dat geschiedkundigen, sociologen, psychologen voer vinden om verder onderzoek te doen. Feira ging verder in op de gevolgen van de wetswijzigingen die tussen 1869 en 2022 hebben plaatsgevonden. De vraag als de wijzigingen zijn doorgevoerd omdat die nodig waren of omdat die voordelig waren voor de toen zittende autoriteiten zal in deze nog onbeantwoord blijven. Belangrijk is om te kijken naar de werking van deze wetten anno 2023, meent Feira. En nu zijn er vier groepen erfgenamen, ongeacht of je een wettig of natuurlijk kind bent. En de vererving gaat door tot de zesde graad. Dus de groepen die kunnen erven zijn minder groot geworden. Feira besloot met de oproep aan elke Surinamer om zich beter te scholen op het gebied van erfrecht, aangezien daarover nog veel onwetendheid heerst.